Hallo, ik ben Siebe Schrijvers, speler van Waasland Beveren en ik ga jullie vandaag meer uitleg geven over hoe je een ticket online kan bestellen voor onze thuiswedstrijden. Dan komt u hier terecht op deze pagina. Je ziet dat dit in het Engels staat, dus lijkt het mij makkelijk om direct deze taal te veranderen naar Nederlands. Dan ga je gewoon zorgen dat je hier een nieuwe gebruiker gaat aanmaken. Dat doe je door middel van op registreer hier te duwen. Dan kom je op deze pagina en moet je eigenlijk gewoon al uw gegevens invullen. Ik zal dat voor mij even doen. Nu doen jullie gewoon de rest. Ik zal het even vooruitwerken en dan. Als u je gegevens correct hebt ingevuld, dan komt u op deze pagina terecht. Hier kan je alleen nog maar onze thuiswedstrijd zien die wij tegen KV Oostende spelen. Maar dit zal snel veranderen en daar zullen alle thuiswedstrijden op te komen staan. Nu ga ik mijn voorbeeld nemen met de match tegen Oostende. Als ik tickets hiervoor wil bestellen, klik ik erop. Dan kom je op deze pagina en zie je een plattegrond van ons stadion met alle vakken die beschikbaar zijn. Ik wil dus bijvoorbeeld al tickets bestellen voor de staantribune. Dan wordt je klikt erop en dan word je automatisch doorgeschoven naar deze pagina. Hier kan je zien de rode vakjes die zijn reeds bezet, maar de groene zijn allemaal nog beschikbaar voor jullie. Als ik hier bijvoorbeeld twee plaatsen wil innemen, dan klik ik op allebei de plaatsen en dan ga ik even naar onder scrollen en kan u zien dat deze hier al opgenomen zijn. Nu kijk ik ook, ik kan dit nog aanpassen, de prijs van 15 euro naar kinderen als je onder 16 jaar bent. Wil ik nu ook nog tickets voor een zittribune bestellen, scroll ik gewoon even naar boven en duw ik op een zittribune. Ik ga bijvoorbeeld C1 nemen. Ik word weer automatisch doorgestuurd naar dit scherm. Weer hetzelfde geldt, de rode zijn reeds bezet. De groene kan ik nog kijken en nemen wanneer ik wil. Ook hier ga ik twee plaatsen reserveren. Dan scroll ik weer naar onder. En u ziet dat deze prijzen er gewoon bij zijn gekomen. Ook hier kan ik aanduiden of de persoon minder dan 16 jaar is. Vergeet zeker niet uw e-ticket aan te duiden vooraleer u op de volgende stap duwt. Zoals u ziet ben ik nu weer op een overzichtspagina gekomen waar u ziet welke plaatsen u gereserveerd heeft. En als alles in orde is, als u akkoord gaat met de plaatsen die u gereserveerd hebt, duwt u gewoon op ga verder. Komt u op deze pagina terecht. Hier kan u beslissen welke betaalmethode je wilt gebruiken. Ik ga kiezen voor bankcontact en ik duw op ga verder. Hier vragen ze nogmaals een bevestiging van het bedrag dat u moet betalen. Als u daarmee akkoord gaat, duwt u op betaal. Hier komt u normaal gezien op de pagina van uw bank. Hier vul je gegevens correct in en dan duw je gewoon op ja, ik bevestig mijn betaling. Het enige wat je dan nog nodig hebt is het betaalbakje van je bank en je bankkaart. Als de betaling gelukt is, krijg je een mail van Waasland Beveren met de e-tickets daarin. Ik hoop dat we je snel kunnen verwelkomen op de Freetail.